Hallo, mijn naam is Tom van der Reep en de afgelopen 4 jaar heb ik gewerkt aan mijn promotieonderzoek. Mijn onderzoek gaat over de olifant in de porseleinkast van de kwantummechanica, het meetprobleem. Dit probleem staat ook wel bekend als de instorting van de golffunctie of het raadsel van Schrödinger's kat. Volgens de kwantummechanica kunnen kwantummechanische deeltjes in superpositie bestaan. Dit betekent in feite dat ze in meerdere toestanden tegelijk zijn. Beroemd is het voorbeeld van Schrödinger's kat, die in een goed afgesloten doos zit. Deze kat is in een superpositie van dood en levend. Hij is dus tegelijkertijd dood en levend. Pas als je de doos openmaakt en kijkt, kiest de kat een van de opties. Het kijken, of eigenlijk het meten van de toestand van de kat, veroorzaakt het kiezen, oftewel het instorten van de golffunctie. Dat is natuurlijk een heel vreemd idee, en Erwin Schrödinger gebruikte het dan ook om aan te geven hoe raar die kwantummechanica niet was. Maar het gebeurt dagelijks om ons heen, met kleine kwantummechanische deeltjes, zoals lichtdeeltjes of atomen. Stel bijvoorbeeld dat dit lichtdeeltje, een foton, door deze halfdoorlatende spiegel gaat, die de helft van het licht doorlaat. Dan is het foton daarna in een superpositie en neemt zowel dit pad als het andere pad. Als je hier met een fotonendetector gaat meten, dan stort de superpositie in. In de helft van de gevallen meet je één foton en in de andere helft meet je nul fotonen. Dan zou je nog kunnen zeggen, hoezo superpositie? De helft van de fotonen neemt gewoon deze route en de andere helft neemt de andere. En met de detector meet je alleen maar de eerste helft, vandaar die 50%. Maar dat is niet hoe het werkt. Nu plaatsen we hier twee spiegeltjes en hier nog een half doorlatende spiegel. Volgens de kwantummechanica is een foton een golf. Bij de eerste spiegel splitst die golf zich en bij de tweede half doorlatende spiegel combineren ze weer met elkaar. Dat heet interferentie. De toppen van deze golf kunnen precies in de dalen van de andere golf vallen. Dan heffen de golven elkaar op en zie je niks. Anderzijds kunnen hier juist de toppen samenvallen en de dalen, zodat de twee golven elkaar versterken. Dus zie je in deze detector altijd één foton in plaats van in de helft van de gevallen. Het gekke is nu, als je deze route afsluit, is er geen interferentie meer en krijgen beide detectoren weer evenveel fotonen. Dus door het afsluiten van een route krijgt deze detector meer fotonen. Dat is alleen verklaarbaar als fotonen in een superpositie zijn en met zichzelf interfereren. Maar als superposities van fotonen of katten of wat dan ook echt bestaan, waarom zien we ze dan nooit? Dat komt nu door de instorting. Zo gauw je gaat meten, verdwijnt de superpositie. Maar wat is een meting nou precies? De wetten van de kwantummechanica zijn meestal heel erg precies, maar ze zeggen helemaal niks over wat een meting is of hoe de instorting werkt. Als een foton in superpositie kan zijn, waarom de detector dan niet? Waarom zouden onze ogen die de detector aflezen niet in een superpositie zijn? Of onze hersenen die het resultaat interpreteren? Sommige mensen zeggen dat de kwantummechanica bedoeld is voor de wereld van het kleine, terwijl wij leven in de wereld van het grote. De instorting gebeurt dan op de overgang tussen die twee werelden. Maar wat betekenen de woorden groot en klein hier eigenlijk? Heeft het te maken met hoe groot de detector is, in meters, of hoe zwaar, in kilogrammen? En gaat het dan om de hele detector, of alleen om de belangrijkste onderdelen? Sommigen denken zelfs dat het bewustzijn ermee te maken heeft. Alleen een meting door een bewuste waarnemer zou de golffunctie kunnen doen instorten. Het idee van mijn experiment is om uit te zoeken waar de grens ligt, met versterkers. Eén foton kun je niet zien. Voor een meting is eigenlijk altijd versterking nodig. Daarom wil ik in beide paden een versterker zetten. Een versterker maakt immers van iets kleins iets groots. Dus het zou kunnen dat bij een bepaalde versterkingsfactor de versterker een detector wordt. Als de superpositie instort, verdwijnt of verandert de interferentie. En dat is te meten. Als hij niet instort, zou het kunnen dat de versterker niet krachtig genoeg is. Of dat de instorting toch anders werkt dan dat we denken. Voor deze geproeven gebruik ik geen fotonen van zichtbaar licht, maar fotonen van microgolven. Ook daarvoor bestaan halfdoorlatende spiegels. Die heten hybrids. En ik gebruik een versterker die je met kwantummechanica kunt beschrijven, gebaseerd op supergeleiders. Die supergeleiders die werken alleen maar goed bij een temperatuur van een paar honderdste van een graad boven het absolute nulpunt, op min 273 graden Celsius. Dat lijkt heel koud, maar is tegenwoordig goed bereikbaar in een modern natuurkundelab. Tijdens mijn promotietijd heb ik een aantal ontwerpen voor deze versterkers gemaakt en getest. Ze lijken goed te werken, al is er nog een hele hoop werk aan de winkel voordat ze daadwerkelijk goed doen. Mijn promotiewerk is nu klaar
en een wetenschappelijk artikel is geschreven. Maar ik hoop natuurlijk vooral dat dit gaat leiden tot het echt uitvoeren van het experiment, zodat we eindelijk het meetprobleem kunnen aanpakken. Dan kunnen we wellicht het belangrijke, maar o zo onduidelijke onderdeel van de kwantummechanica op heterdaad betrappen. Het instorten van de golffunctie.